Mensen veranderen maar voor één reden. En die reden wil ik vandaag met jullie in een nieuwe Walk & Talk even bespreken. Hallo iedereen, van harte welkom. Een van mijn favoriete films aller tijden is When Harry Met Sally. Een film met Meg Ryan en Billy Crystal, al honderden keren gezien. En in de film heeft Meg Ryan met Joe een relatie van een jaar of 5. En ze gaan uit elkaar. En maanden na hun break-up belt Joe haar op met het nieuws dat hij gaat trouwen. Hij heeft een paar maanden geleden iemand nieuws ontmoet via zijn werk. En ze gaan trouwen. En zij is daar kapot van. Zij begint te wenen, zij is daar helemaal echt kapot van. En zij belt haar best friend in de film, Billy Crystal. En zij belt hem op, al huilend, om te vertellen dat Joe gaat trouwen. Zij waren 5 jaar samen, hij heeft nooit met haar willen trouwen. En met die nieuwe vriendin, met wie dat hij pas een paar maanden samen is, wil hij wel trouwen. Dus zij belt Billy Crystal op en zij huilt en zij roept: Why didn't he want to marry me? I'm difficult, I'm too structured, I'm completely closed off. Wat er dan verder gebeurt is ook wel heel fijn. Het is een zekere film, romantische komedie die een aanrader is om een keer te bekijken, mocht je hem nog niet gezien hebben. En daarover gaat het. Joe was 5 jaar met Meg Ryan en wou niet trouwen. En hij ontmoet een paar maanden geleden iemand en zij trouwen wel. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik ben ooit een korte tijd samen geweest met iemand. En de fysieke afstand tussen ons, dat was een issue. Wij woonden ongeveer op 50 minuten van elkaar. En dat was heel moeilijk om dat te combineren in de week en dan in het weekend. Dus wij hebben toen besloten om uit elkaar te gaan. En ondertussen weet ik dat mijn ex al een hele tijd samen is met iemand uit Spanje. Ironisch kan het zijn, fysieke afstand en Spanje. Maar het is hem van harte gegund. Ik weet ook ondertussen waarom dat Spanje voor hem een betere match is dan ik. En dat is oké. Mensen veranderen maar voor één reden. Omdat ze dat willen. Omdat ze dat echt willen. Omdat ze dat er voor over hebben. Ik heb vaak klanten die bij mij op sessie komen. En die komen uit een lange relatie. Die relatie is voorbij. En dan horen ze dat een ex iemand nieuws heeft. En hoewel dat in die relatie zij weinig op prijs gingen, hij of zij vond dat zijn partner of haar partner moest vermageren, maar die deed dat niet, weinig sporten. En dan horen ze dat die ex een nieuwe relatie heeft en opeens kunnen al die dingen wel. Op prijs gaan, sporten, gaan eten, vermageren, meer thuis zijn. En mijn klanten zijn daar kapot van, omdat ze zoiets hebben van: maar waarom voor die nieuwe partner wel? En ik heb het jaren gevraagd, gesmeekt, en toen ging het niet. En heel veel van mijn klanten beginnen te twijfelen aan zichzelf. Was ik dan niet goed genoeg? Was ik niet de one? Had ik beter mijn best moeten doen? Waarom voor haar? Waarom voor hem? En niet voor mij? En dat is pijnlijk. Hè? Ik zie dat ook dan bij mijn klanten. Wat een impact dat ook heeft. Mensen veranderen omdat ze dat echt willen. Omdat ze het er voor die persoon wel voor over hebben.
En dat is heel moeilijk om dat te aanvaarden. Omdat dat echt teruggaat naar die eigenwaarde, naar die afwijzing. Was ik niet goed genoeg? Was ik niet goed genoeg, niet voldoende genoeg, zodat hij of zij voor mij wel wou veranderen? En dat is een proces. Ik weet nog, toen ik dat vernam van mijn ex, toen dat hij nu met een Spaanse vrouw is, dat knaagde ook wel even. Omdat je hebt daar ook zelf inspanning voor geleverd, je hebt moeite gedaan, en dat knaagde. Maar ik weet ondertussen ook dat die fysieke afstand tussen ons, dat uiteindelijk maar een symptoom was voor al de andere dingen die fout zaten tussen ons. Het gaat over de match zijn met elkaar. En het feit dat je op X toen bepaalde veranderingen niet heeft doorgevoerd, ja, dat kan zijn dat er te veel sleur was gekomen, dat jullie elkaar als evidentie zijn beginnen beschouwen, dat de goesting, de drive om het voor elkaar over te hebben, er niet meer was. Mensen veranderen omdat ze dat zelf willen. Acties zijn altijd het resultaat van een keuze, van een beslissing. Als Joe beslist om na een paar maanden te trouwen met zijn nieuwe vriendin en nooit heeft willen trouwen met Meg Ryan, dan zal voor hem die relatie niet de moeite waard geweest zijn. En dan ga je natuurlijk ook de reactie, krijg ik ook vaak de reactie van, ja, maar ja, kon ze dat niet vroeger gestopt hebben? Kon ze me dat dan niet gezegd hebben? Dat ik voor hen niet de juiste was. Weet je, uiteengaan, dat is lastig. Dat is niet gemakkelijk. Ook zeker als er kinderen of financiën of zaken mee gepaard gaan. En we proberen. We proberen echt. En soms is het gewoon op. Dus het ligt niet aan jou dat die persoon of dat jouw ex nu opeens wel gaat sporten. Het ligt aan de vibe, aan de match met de nieuwe persoon. En niemand weet dat die relatie met die nieuwe partner zal blijven duren. Maar dat is ook niet relevant, dat is ook niet belangrijk. Jullie hebben toen in de relatie jullie best gedaan. Daar gaan we toch van uit. Jullie hebben geprobeerd. En soms is het gewoon op. Soms is het gewoon voorbij. Door een aantal omstandigheden. En sommige dingen kan je geen nieuw leven inblazen. Sommige dingen wel. Ik heb koppels die eigenlijk op het punt staan om uit elkaar te gaan. En door een relatiecoaching uiteindelijk toch samen zijn gebleven. Ondertussen getrouwd zijn, een kindje hebben en zo verder. Dus het kan. Maar dat betekent wel dat je van beide kanten de inspanningen mag leveren. Mensen veranderen omdat ze dat willen. Omdat ze dat ervoor over hebben. Kijk maar naar jezelf. Hoeveel heb jij over voor jouw kinderen? Hoeveel heb jij over voor jouw dieren? Hoeveel heb jij over voor je partner, voor je familie? Hoe meer dat je over hebt voor iemand, hoe meer dat zegt dat je echt voor die persoon kiest. En dat die persoon ongelooflijk in jouw hart zit. Mijn boodschap hierbij is, als je dit meemaakt of al meegemaakt hebt, voel die pijn. Doorleef ze. And to feel is to heal. Praat erover. Met je netwerk. Met een professional. Boor jezelf niet de grond in. Denk aan die zelfliefde. Ik ben het waard. Ik was het toen waard voor die persoon. Maar nu niet meer. Nu is het voorbij. Zelfliefde, zelfvertrouwen, eigenwaarde. Daarover gaat het altijd. Het ligt niet aan jou. Het ligt aan de match. Mensen veranderen wanneer dat ze dat echt willen. Ik wens jullie een hele fijne zondag.